We zijn allemaal ooit kind geweest, met onze grenzeloze dromen en verlangens. En vrijwel allemaal hebben we ons voorgenomen het later, als we groot waren, anders, beter te doen. Maar hoe kan het dan dat er op de wereld nog steeds miljoenen en miljoenen kinderen lijden, geëxploiteerd worden en geen toekomst hebben? Als je vaak door arme landen reist, krijg je veel indrukken te verwerken. Ook als reporter. Armoe, leed, verdriet, radeloze ouders, kansloze kinderen. In eerste instantie ben je gefascineerd door een wereld die we niet kennen. Maar daar komen snel gevoelens van ongeloof, verbijstering, verontwaardiging en woede achteraan. Want hoe kan dit anno 2014 allemaal nog steeds gebeuren? En er komt onvermijdelijk ook een moment dat emoties bezit van je nemen. Dat je keel dichtknijpt. Dat je tranen voelt branden over zoveel onrecht. Je probeert je ertegen te verzetten. Je flink te houden. Het weg te slikken. Maar uiteindelijk lukt dat niet meer. En ik weet dat, want het overkwam mij tijdens onze vijfde reis naar Malawi. In dit Afrikaanse land ontmoet ik zogenaamde kindbruidjes. Meisjes van nog maar 10, 11 of 12 jaar die worden uitgehuwelijkd aan mannen die 3, 4 keer zo oud zijn. Met alle tragische gevolgen van dien. Ik ben in Malawi. Een land in het zuidoosten van Afrika. Samen met deze moeder ben ik op weg naar haar dochter Jessie. Een kindbruidje dat in een soort van jeugdgevangenis verblijft. Een meisje dat haar familie al heel lang niet heeft gezien. En hen ook nooit meer zou zien als wij niet in actie waren gekomen. Is she happy to see Jessie again now? She's very happy to go and see her. And what about the children? Did they miss Jessie? Say very much. They miss Jessie very, very much. Yeah. So do the children already understand that we are on our way to Jessie now? Mm. Okay. They don't know where we are going. Oh, okay. Yeah. So that's a big surprise. Yeah. Dit is er, Jessie. Slechts 11 jaar, maar maandenlang opgesloten, verkracht en met HIV besmet door de 34-jarige man aan wie ze was uitgehuwelijkd. Voor een bruidschat van omgerekend 2 euro. Ja, u heeft het goed gehoord. Een meisje van 11 jaar dat op het punt staat om te gaan trouwen met een man die wel haar vader had kunnen zijn. Het is hier eerder regel dan uitzondering. Malawi staat wereldwijd in de top 10 van landen als het gaat om kindbruidjes. Dat zijn meisjes die kort na hun eerste menstruatie worden uitgehuwelijkd en vaak al binnen een jaar een kind krijgen. Hoe kan het dat jonge kinderen in de leeftijd van 11, 12, 13 jaar zo vroeg afscheid nemen van hun jeugd en gaan trouwen? De vraag is, gebeurt dat uit vrije wil of is het onder dwang? En waarom juist hier in dit land? En wat voor verschrikking moet het voor een meisje zijn om gedwongen seks te hebben met een man die wel haar vader of zelfs opa had kunnen zijn? Voor een antwoord op die vragen ben ik afgereisd naar Malawi. Malawi is een land waarover je doorgaans weinig in het nieuws hoort. Het is 3,5 keer groter dan Nederland en heeft bijna evenveel inwoners. Omdat het opleidingsniveau laag is en er nauwelijks delfstoffen zijn, behoort het tot de 10 armste landen ter wereld. Een kwart van de bevolking leeft van minder dan 1 euro per dag. Malawi wordt wel de Warm Heart of Africa genoemd. Maar achter de glimlach van de vriendelijke bewoners gaat meestal schrijnende armoede schuil. Zo'n 1,5 miljoen kinderen onder de 14 wordt door armoede gedwongen te werken. Op het land, in de visserij of in de tabaksindustrie. Maar het zijn vooral meisjes die het hier in Malawi slecht treffen. Hun levens zijn hier werkelijk geen cent waard. Eeuwenoude Afrikaanse tradities en rituelen
maken het leven van tienduizenden meisjes hier dagelijks tot een verschrikking. En niet alleen vanwege de gedwongen huwelijken. Nee, hier in Malawi speelt meer. Ook al is het christendom hier wijdverbreid, toch gelooft bijna 90% van de bevolking nog in duistere krachten. Ik ben hier om onderzoek te doen naar het fenomeen kindbruidjes. Maar onderweg stuit ik steeds op een misstand waarvan ik dacht dat die al lang was uitgebannen. Hekserij. Ik hoor dat duizenden meisjes worden vervolgd, verstoten en mishandeld omdat ze heks zouden zijn. Als ik me daarin verdiep, ontmoet ik een vrouw die zich al jaren het lot aantrekt van meisjes die van hekserij worden beschuldigd. Safana van der Meer runt hier een opvanghuis voor meisjes die verstoten zijn. Waar ik benieuwd naar ben, is hoe het precies in zijn werk gaat. Wie bepaalt welke meisjes heksen zouden zijn? En waarom? It's a certain type of child, so to say. It's usually orphans or troublesome children. Children who are just generally problematic children who are being accused of witchcraft. Mostly because they've become a burden on the family. They've become a burden on the community. And most these orphans, they're left to a family who already has too many children. So it's an extra task to feed them and clothe them and school them. So they're used as scapegoats, as, you know, I can't take care of this child, because they don't say, I don't have the money, but they'll say, this child is bewitching the family. So it's a huge problem. Yes, it is. Dus meisjes waar men vanaf wil, krijgen hier simpelweg het etiket heks opgeplakt. Maar gelooft men ook werkelijk dat deze kinderen duistere krachten bezitten? Safana neemt me mee naar een buitenwijk van de stad Blantyre. Hier bevindt zich in het diepste geheim een safe house. Zelfs de buren weten niet dat het een opvanghuis is voor van hekserij beschuldigde meisjes. Zo. Here it is. Yeah, this is the home. No signs, no billboards. No signs, no billboards. Because of the safety. Yes, because of the safety of the children. Als deze schuilplaats uitlekt, loert het gevaar dat de kinderen worden gelyncht. Uit angst, uit bijgeloof. Daarom mogen wij de meisjes ook niet herkenbaar in beeld brengen. En het bizarre is, deze meisjes zijn niet slachtoffer van een oud Afrikaans bijgeloof, zoals je in eerste instantie denkt. Nee, het is de kerk die achter deze moderne vorm van inquisitie zit. Zo blijkt als Savannah mij over de lotgevallen van een van de meisjes vertelt. Tabitha is one of our worst cases when it comes to the abuse and the level of accusation. Because with her it started when she was pretty young, just the random accusation. But her mother goes to a certain church, and at this church they also have a belief that you don't take sick children to the hospital. So her mother is an attender at the church, so is her sister and the brother. So whenever the children got sick, they would take them to the pastor to pray for them. Yeah. Now, on not one to of the doctor, these, but to the yes, pastor. Yes, yes. Mm. On one occasion, one of Tabitha's younger sisters or brother was not feeling well. And they said, let's take the child to the pastor. And Tabitha, by that age, would go with her mother. They went together, and by the time they got there, the child was very sick. It was a case of malaria. And they gave the child to the pastor, but it was too late. The child passed away. And the pastor was then asked, what happened? Why could you not heal this child? And the pastor then said, you should ask your daughter. She knows the reason why this child was sick to start off with and why this child has died. That's unbelievable. It's very unbelievable. So then the mother went back home and instructed the brother to beat Tabitha until she could tell them what she was doing and who she was doing it with. So he picked up something, Tabitha cannot remember what it was, and started beating her continuously on the head and continuously, and she started nose bleeding
and bleeding out of the mouth. And she managed to run away. So. What a horrifying story. Yes. And I think, of course, we can blame the mother and the brother for what they did, but in the beginning, of course, it's the pastor. Yes. I think we can consider what he did as a crime that's yes. criminal. It is. Hoe is het in godsnaam, ja precies, in godsnaam, mogelijk dat je een kind van zoiets beschuldigt? Dit meisje kan zich niet meer in het openbaar vertonen. Ze is verstoten en kan nooit meer terug naar haar familie. En dit is dus niet veroorzaakt door een of andere schimmige tovenaar, maar door een invloedrijke en gerespecteerde voorganger uit de protestantse gemeenschap. De kerk waar Tabitha deel van uitmaakte is de zogenaamde Pentecostal Church, een protestantse gemeenschap die hier in Malawi wijdverbreid is. Volgens de verhalen zouden hier, bij deze predikant Gama, aan de lopende band meisjes als Tabitha worden beschuldigd van hekserij. Maar gaat dat echt zo lukraak en rukzichtloos als mij dat is voorgehouden? Omdat ik als blanke Europeaan natuurlijk niet zelf zomaar naar binnen kan lopen om dit vast te leggen, roep ik de hulp in van twee lokale bewoners. Judith en haar dochter Sophie, een doodgewoon meisje van 12 jaar. Zij zijn bereid om mee te werken aan een verborgen cameraactie om vast te leggen hoe deze man te werk gaat. Zo goed als het gaat, probeer ik hen snel de bediening van onze verborgen camera bij te brengen. Like this, a bit like this. You understand? When you do it like this, no picture. Nou, op hoop van zegen, zullen we maar zeggen. De simpele opdracht die ik Judith meegeef, is om te vertellen dat haar dochter al enige tijd onhandelbaar is. En te vragen wat de predikant haar adviseert. De geestelijke komt direct op moeder en dochter af. Mwanaye, amakhandi ne, koma nondi nantumiza kwamayake fuka zozozhitika. Zimena ama. Eri. In een oogwenk, zonder ook maar één woord met het meisje te wisselen, wordt hier het lot van de 12-jarige Sophie bezegeld. Hoe is het mogelijk? Het zijn adviezen waar deze predikant ook nog eens geld voor vraagt. Gemiddeld 5 tot 10 euro. En binnen in de kerk gaat voorganger Gama nog even door. Jongen, zo eenvoudig gaat het dus. Tiener Sophie, die helemaal niets mankeert, is volgens deze predikant bezeten door kwade geesten die moeten worden uitgebannen. En aan het einde van de sessie waarschuwt hij de moeder nog even. Ja, van je geld afhelpen bedoelt hij. Dit is gewoon pure geldklopperij, waar onschuldige kinderen de dupe van worden. Heeft deze geestelijke enig besef welk leed hij aanricht? En houdt hij zijn beweringen ook vol als ik ineens voor hem sta? Hello, good morning. Hi, good morning. How are you? I'm looking for the pastor. Good morning. And I'd like to have some words with him. Good morning. Hello, how are you? Dit is dus de man die met zijn praktijken de levens van zoveel meisjes verwoest. En die daar ook nog eens veel geld mee opstrijkt. Zelf ontbreekt het hem zo te zien aan niets. I heard a lot about you. Okay.
You're quite famous here, huh? Yeah? Yeah. Yeah. I want to ask you some questions. Do you think that I am a witch? Yeah. You think I am a witch? No. Yeah, no. 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 No? No. Because yesterday, you accused a girl you didn't know, and you saw her only for 1 minute, of being a witch. Where? 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 Here. It was here? Yeah. What call time? Call the girl. Yeah, call the girl, please. You accused this girl yesterday of being a witch. This girl. Oh, for this one, he was here yesterday. Yeah. He came to his mother. And you told the mother that she was a dangerous witch. Why did you do that? No. Listen, first, be calm. Be calm. He was here yesterday. He's not a member of a church. He came here because he said this one, he causing a disturbance in the house. Other girls are crying. His friends, girls, are crying. Because this one is somehow, I don't know, what can I say? Yeah, you don't know. You accused her of being a witch. No. Yeah, you did. No. What are you going to do? He's not a member of a church. That doesn't matter. Do you know what you are causing with that? You are destroying, ruining the life of a little girl by saying that she hold is on, a witch. Sir. Hold on, no, sir. No, I'm not holding on. Hold on. I've never seen that. No, so don't interfere when you don't know that. Because he did. You have find us here, okay? Yeah. This is our place. This is our church. And he is an order. I can also do the talking. You cannot stop me. Yeah, I've got the right to talk. But you were not there. And I can tell him so to you go don't as know. Well. So you did. You don't know what happened. You're taking this. I want his explanation. Hey, hold on. You're married to an ordinary crook. Yes. Yeah, you are a crook. Yes. You don't belong. You don't belong in a church. You belong in a prison. You want to fight? What you are doing? You want to fight? Yeah, because he's a criminal. Who told you? I've been here for how many years. But you are destroying the lives of young children. No, why? So what do you want? Why should I go? Why do you want? I want your story, your explanation. Why are you accusing a girl you don't know of being a witch? I don't have any business. Go. No, I don't go. He's destroying other men's life. That's all right with you? That's all right. Yeah, I think that's right. That's right. Yeah. So everybody is a witch because your husband thinks so. Yeah. Then being get a witch. Out. Then get out. Then get out. Nou, ik vermoed dat Gods huis voor mij niet meer open gaat vandaag. Voor Tabitha en al die andere naamloze meisjes die slachtoffer zijn van dit soort hocus-pocus, komt deze actie helaas te laat. Maar mijn confrontatie met de predikant gaat wel als een lopend vuurtje door de wijk. En hopelijk zet het mensen hier aan het denken. Eeuwenoude tradities zijn hier in Malawi als vanzelfsprekend ingebakken in de cultuur. Daar is op zich niets mis mee. Maar als het gaat om gebruiken en rituelen waarbij rechten van kinderen op gruwelijke wijze worden geschonden, is dat een ander verhaal. In mijn onderzoek naar het fenomeen kindhuwelijken reis ik naar het oosten van het land, naar het gebied Chiratsulu. Onderweg zie ik ze overal, de kindbruidjes. Bij ons zouden ze in de brugklas zitten. Wat zeg ik? Waarschijnlijk nog op de lagere school zelfs. Maar hier lopen ze met een babytje op hun rug. En nee, dat zijn geen broertjes of zusjes. Dit soort meisjes heeft geen enkel uitzicht op scholing of een goede toekomst. Hier in deze kliniek worden jonge moedertjes en zwangere meisjes opgevangen. Ik heb hier afgesproken met Faith Piri, die met haar organisatie The Girls Empowerment Network al jaren vecht voor de belangen van dit soort meisjes en zich over hen ontfermt. Who is she? She's pregnant? Yes, she's one of our clients. She's Ketiwe. She's 14 years old and she's 5 months pregnant. Oh, wow, that's young. She is young, of course. And is she married? Yes, she's married to a man who is also, who happens to be much older than her. The man is in his 40s. Yes, so that's the husband, yeah.
That's probably the reason that she is not looking very happy. Yeah, she's not happy. And this is common practice here? It is common practice. I mean, it's normal. You look at her and even the community. It's you know, that's what the community expects. Young girls to be pregnant, to get married. De risico's voor jonge meisjes die in verwachting raken zijn groot. Sterker nog, jaarlijks sterven hier maar liefst 3000 tienermeisjes als gevolg van zo'n zwangerschap. Daar waar onze dochters in de klas nog steelse blikken uitwisselen met jongens waar ze een oogje op hebben, kampen de meisjes hier op grote schaal met de gevolgen van een bevalling, waar ze nog helemaal niet rijp voor zijn. En als het kindje er dan eenmaal is, begint de ellende pas goed, zo blijkt. Want veel jonge meisjes worden ook weer snel in de steek gelaten door hun kersverse echtgenoot, met alle gevolgen van dien. Veet Piri neemt me mee naar een dorp verderop. Hier woont een meisje van 13, Christina. Op haar 12e moest ze trouwen met een man van 3 keer haar eigen leeftijd. 3 maanden later was ze zwanger. Yes, she is. Yes. Hello. Christine. Hoe was she? Hi. So this is her child? Yes. Is it a boy or a girl? He's a boy. His name is Vries. Christina leeft samen met haar zoontje van 8 maanden in dit hutje. Ik schrik als ik zie hoe ze hier woont. Dit meisje heeft werkelijk niets. Oeh, jongens, we zijn hier echt in de middeleeuwen. Er is helemaal niks in dit huisje. Geen elektra. Het is kaal. Dit is werkelijk het enige stukje meubilair wat erin staat. Verder helemaal niets. Geen tafel, geen stoelen, niks. En een emmer water. Dat is alles. Een kale vloer. Hier leeft ze. En in dit soort omstandigheden gebeuren dit soort dingen dus. Christina vertelt me hoe er op haar 12e met een bizar ritueel abrupt een einde kwam aan haar kindertijd. En zo trad Christina in het huwelijk met een man die voor haar werd aangewezen. And is he taking good care of her and the baby? No, he doesn't take very good care of the baby and her. So there's not enough food and money and medical care? She has to work all day. She says yes. Zo gaat dat hier dus. En huwelijkse plichten? Ja, daar hoef je hier echt niet mee aan te komen. Christina krijgt van haar man, die inmiddels ook niet meer bij haar woont, helemaal niets en kan haar kindje maar nauwelijks voeden. Is she the only wife, or is her husband having several girlfriends? Ande akazi na mabita ma akazi makagona inosema osema bila waini ma kawabasa jitandi zukne koko pameni yewandi sira mana. And how was it for her to sleep with a man she didn't love, she didn't choose, and who is much, much older? In fact, life is hell. Moti we maona de moyo swabu nose. And maona wow. She is a very sad girl as you are looking at her. She used to go to school.
What did she want to become? She wanted to be to become a doctor. And now she is a patient. It's a very sad story. Christina is nu 13 jaar. Een kind, een puber nog. Ze heeft geen geld, geen opleiding en geen werk. Maar wel een baby. Right? Thank you. Ja, wat een trieste, uitzichtloze situatie. Wat moet er van dit meisje en haar zoontje worden? We weten het in Nederland altijd zo goed, met onze normen en waarden. Maar hier ben je dan toch even sprakeloos als je met dit soort situaties geconfronteerd wordt. In Nederland is het crisis, natuurlijk. Maar hier is het elke dag crisis. En moet je je maar afvragen of je morgen je kind nog te eten kan geven. En je kan natuurlijk zeggen, dat is allemaal hun eigen schuld. Ze hebben het aan zichzelf te wijten. Nou, dat is voor mij iets te makkelijk. Ik zeg liever, voor kinderen, voor veel kinderen, is het leven op aarde een hel. De lotgevallen van Christina illustreren pijnlijk de tragische verhalen die schuilgaan achter het fenomeen kindhuwelijken. Een van de weinige organisaties die zich bezighoudt met deze problematiek is de kinderrechtenbeweging Joneco. Zij hebben een telefoonhulplijn opgezet voor kinderen die hun uitzichtloze situatie willen ontvluchten. What will happen to the girls when they try to escape or want to divorce? In most cases, the traditional practices will force them to remain there, like the relatives, the parents. They will still force them to return to these abusive homes. And the girls won't get any support of their own mother or father as well? In most cases, they don't. That's why we have some that we try to run away and end up in prostitution. On the other hand, it's a case of common sense. Everybody can understand that a girl of 9, 10, 11 years is not ready for a marriage. So how come it still exists? When our legal system was being developed, there was a deliberate move to recognize our cultural practices. Which is called customary law. So to some extent, some of the customary practices are recognized by law. Een traditie? Ik noem het liever een tragedie. En het kan nog erger. In het diepste geheim speelt zich hier een inwijdingsceremonie af, die ook al in mijn gesprekken met hulpverleners en meisjes af en toe naar boven kwam. Een ritueel waar ik maar moeilijk een vinger achter krijg, als het gaat om de vraag wat het nou precies inhoudt. Zodra ik mensen hier erover aanspreek, reageren ze verlegen en slaan ze dicht. Pas als ik er met Charles van de organisatie Joneco over begin, wordt me een beetje duidelijk waarom. It's largely because of the culture that we have as Malawians, because we normally initiate our children at a tender age. In the process, they are prepared on how they can handle a man. So you could imagine an 8-year-old, 12-year-old girl has been initiated and been prepared on how she can sexually handle a man in bed. The belief that they have to have a taste of sex in the process of removing the dust. So those are some of the cultural practices that are promoting child marriages in our country. Het stof van de kindertijd weghalen? Hoe verzin je het? Het lijkt me eerder een doorzichtig alibi om seks te hebben met hele jonge meisjes. Dit zijn zeldzame opnames van zo'n inwijdingsceremonie. Het mysterieuze ritueel heeft zelfs een naam. Kusasa Fumbi. Het lijkt hier een onschuldige folkloristische dans. Maar de harde werkelijkheid is dat jonge meisjes op deze geheime zomerkampen uiteindelijk seksueel contact moeten hebben met oudere mannen. Het is voor deelnemers verboden om erover te praten. Maar via via ontmoet ik Isabella, die 2 maanden geleden nog bij zo'n ceremonie was.
Het jonge meisje werd bij het Kusasafumbi-inwijdingsritueel gedwongen om seks te hebben met een man van maar liefst 51 jaar. En wie told her to go to the initiation ceremony? She says the mother's intention was that after the initiation ceremony, the girl will be initiated into adulthood. So it was just to teach her some manners on how to behave as an elder in the society. And she had the feeling she had to do that. She says there was no such a choice. What happened then? Did she sleep with the man? She says it was very painful. Okay. She says she knew exactly that what it meant to sleep with the man, but she didn't expect it to be painful. Okay. And what's her opinion about the man who did this? Important. She says the man is just a bad man. She says it's bad. So it's not normal. Yeah. She says it's not normal. Om goed te begrijpen wat er hier aan de hand is, moeten we de situatie misschien eens projecteren op ons eigen leven. Wij, Nederlandse vaders, ouders, proberen vaak de verkering van onze dochters een beetje af te remmen. En de 16-jarige jongen die onze dochter thuis komt ophalen voor een avondje uit, wordt met argusogen bekeken. Maar stel je nu eens voor dat je dochter uit groep 7 of 8 eigenlijk net de poppen ontgroeit, een maand lang een trainingskamp ingaat waar ze seksuele vaardigheden wordt bijgebracht. Dat ze gedwongen wordt om seks te hebben met een oudere man en vervolgens op haar 11-jarige leeftijd in het huwelijk moet treden om 9 maanden later een kind te baren. Nou, dat zou toch de ultieme nachtmerrie zijn. Een hel op aarde. De Kusasafumbi-taferelen spelen zich ver van de bewoonde wereld af. In de Afrikaanse buitengebieden waar geen toezicht is van autoriteiten als de politie. Weinig buitenstaanders weten precies waar. En de lokale mensen die het wel weten, houden zich aan de zelf opgelegde zwijgplicht. Maar na enig aandringen is Veet Piri bereid om er iets meer over te vertellen. Ze neemt me mee naar een afgelegen plek, waar elke zomer tientallen meisjes uit de omringende dorpen worden ingewijd. Niemand die iets ziet. Niemand die iets hoort. Niemand die iets weet. So this is the place where every year they build glass thatched place. That's where the girls, like at night, they sleep here. But at night, that's when the older women mm-hmm. come to give them like the counseling. What kind of things do they teach here during the camp? Because why does it take 1 month? What they teach here remains, I mean, it's a secret. I think you know what is happening. So can you give an example? They are trained like how sex should be made. Mm-hmm. So the girls, you know, they are little. They have to know this dance, you know, swaying your body while this huge person is on top of you. So that really takes a lot of time. And all the techniques to please a man. Exactly. And all the techniques or how to, you know, to be a performer when it comes to sex. I mean, a girl is taught during that time.
And what is the average age of the girls who are? Yeah, it ranges from like 9, 10, 11, 12. So they are still little children, and they are talking about sex, practicing sex. Yeah. Culturally, I mean, when a girl has started their menses, they are considered as adults. So. But they are not. But yeah, I mean, traditionally here, it means they are adults. But in my opinion, a good mother or father would say, my daughter is only 10 or 11 years old. Are you crazy to talk about sex and practicing sex with her? I don't allow that. Yeah. Why is that not happening here? But like here, it is actually the mother who decides. Nou, fijn zo'n moeder zeg. En, erger nog, aan het eind van de ceremonie moeten de meisjes de theorielessen ook nog eens zo snel mogelijk in de praktijk brengen. Usually, most of the men are older than the girls, of course. How much older? Sometimes maybe double their age or three times their age. Yeah. And they are having sex with these little girls, 9, 10, 11 years old. And everybody thinks that is normal. It is normal because they said if you don't do it, your skin will be like dry. Yeah, so you want to look as beautiful. You want to look beautiful. It's unbelievable. Yeah, but it happens. Nou, dan maar liever een droge huid. Het is een ongelooflijk ritueel dat bijna alle meisjes hier moeten ondergaan. Hulporganisaties wijten het hoge aantal HIV-besmettingen zelfs voor een groot deel aan deze kasasafumbi. Maar er wordt niets tegen gedaan. What about the adult man in the age of 30, 40 years who is marrying a girl of 10 years? That's crazy. That is linked to law enforcement and even the society, because the society is supposed to police these men against abusing these children. Yeah. But how many court cases do we have in 1 year, approximately? From your legal point of view, we normally handle up to 20 cases in a month on child marriages. Yeah, but that's nothing. Yeah, that's just a small drop in the ocean, sure. Het is triest, maar waar. De politie grijpt slechts bij hoge uitzondering in. Bijvoorbeeld als een kindhuwelijk gepaard gaat met buitensporig geweld. Een van die weinige zaken die wel voor de rechter in Malawi kwam, is die van het nog maar 11-jarige kindbruidje Jessie. Over Jessie is een dossier samengesteld dat ik mag inzien. Het leest als een horrorverhaal, waarbij al mijn haren overeind gaan staan. Het jonge meisje werd door haar moeder uitgehuwelijkd aan een man van 34. Hij sloot haar thuis op en misbruikte Jessie maandenlang als een huis- en seksslaaf. Elke dag weer. Deze zaak heeft inmiddels de aandacht van mensenrechtenorganisatie Eye of the Child, die zich Jessie's lot aantrekt. What are the criminal facts of these cases? The criminal facts of this case is that this 34-year-old man was staying with a little girl of 11 years in his house, where he was raping her every night. He used to lock her up, couldn't go out, and was given very little food and was often beaten. Yeah, so the case was taken to the Machinjiri South Rumzu Magistrate Court, where the man was sentenced to 12 years in prison with hard labor. Jessie van 11 woont sinds haar bevrijding in een soort van opvanghuis waar ik haar opzoek. The sexual abuse, how many times did it happen? Did it happen every day, almost every day? She says, yes, every day. And there was never a moment that she was able to tell her mother? Did she ever consider to run away from this man? When he was gone, time anyway, I understand.
En daar bleef het niet bij. Jesse heeft door de verkrachtingen ook nog eens aids opgelopen. Does she realize that he infected her with the HIV virus? Anything else? Because she has, they have never disclosed to her that she's HIV. So that will be another shock. Yeah, but right now she just knows that she was infected with STIs, sexually transmitted diseases. Hier in Afrika, waar medicijnen voor de meeste mensen onbetaalbaar zijn, is HIV vaak nog steeds fataal. Kleine Jesse hier is, als er niets gebeurt, waarschijnlijk ten dode opgeschreven. Maar heeft daar nog geen notie van. Wie gaat haar dat straks vertellen? Ik probeer me goed te houden als kleine Jesse mij een rondleiding geeft. Maar dat valt niet mee. Jesse woont noodgedwongen in dit opvanghuis, omdat haar moeder haar niet kan verzorgen. Nou ja, opvanghuis. Het is in werkelijkheid een gesloten instelling die bedoeld is voor jeugdcriminelen. Maar een andere mogelijkheid is er niet. En dus leeft de toch al getraumatiseerde Jesse nu tussen de boefjes. Ja, dit is een beetje zoals een gevangenis eruit ziet, hè? Stel je voor. Dit is dan een tehuis waar kinderen worden opgevangen en een soort van heropvoeding krijgen. Dat strookt niet helemaal met het beeld wat je daarvan hebt. Ik kreeg echt een schok toen ik dit meisje zag. Ik had het dossier gelezen van de zaak. En dan maak je onwillekeurig een voorstelling van wat er is gebeurd. En dan prent je jezelf in dat dat meisje misschien toch wel iets ouder zou zijn dan je denkt. Dat het misschien allemaal toch wel meevalt. Maar als je dan dat meisje ziet, dan krijg je een schok. Want wat je ziet is een meisje wat er alleen maar jonger uitziet. En je kan je niet voorstellen dat een volwassen man van in de 30 dit meisje elke dag seksueel heeft misbruikt. Elke dag heeft opgesloten. En bovendien nog heeft besmet met het AIDS-virus. En dat is een klap die ze nog niet eens beseft. Die ze pas later te horen krijgt. Over een paar jaar misschien. Dat deze man haar leven heeft vernietigd. Dat is onvoorstelbaar. Dat dit allemaal vandaag de dag hier nog voorkomt. De kleine Jessie woont mijlen ver weg van haar moeder, zusje en broertjes, waar ze zielsveel van houdt. Ze heeft hen al meer dan een half jaar niet gezien. Dat moet toch anders kunnen. Ik ga daarom de familie zelf ophalen om ze te herenigen. Het lijkt me direct een goede gelegenheid om Jessie's moeder eens flink aan de tand te voelen over wat haar heeft bezield om haar jonge kind zomaar uit te huwelijken. Maar dat pakt anders uit dan ik dacht. How many children does she have? Are these all her children? Six. And how does she make a living? I find money in a very difficult way. I have to do what we call piece work by drawing water from the taps to people's homes. Or sometimes I do sand mining. I collect sand from the rivers and sell it to people who want sand. Does she earn enough money for buying food and clothing and medical care for the kids? She says she doesn't make a lot of money. Mostly she makes 500 kwacha, which she has to divide and buy food, then later on pay rent. So that's not enough? That's not enough, yes.
So it's a hard life. She says she's facing a lot of hardships. She has to look for money. Ja, en zo verdwijnt ineens mijn voornemen om eens een hartig woordje met deze moeder te wisselen. Want nu ik zie en hoor hoe radeloos, uitzichtloos en triest haar omstandigheden zijn, is het misschien beter om er even het zwijgen toe te doen. En vandaag staat alles in het teken van Jesse, die al uren op ons zit te wachten. Hopelijk kan ze alle ellende die ze heeft meegemaakt heel even vergeten als haar broertjes en zusje zometeen weer terugziet. En dan is het eindelijk zover. Voor mij is kleine Jessie uitgegroeid tot een icoon van alle kindbruidjes in Malawi. Haar lot weerspiegelt de ontberingen die tienduizenden jonge meisjes in dit land dag en nacht moeten ondergaan. Een land waar ouders niet beter weten, waar de overheid niets doet en waar op een enkele hulporganisatie na iedereen de weerloze slachtoffertjes gewoon laat barsten. Als je door dit soort landen reist, word je wel eens overvallen door een gevoel van moedeloosheid. Dat je bij jezelf denkt, hoe moet dit in hemelsnaam allemaal goed komen? Er is zoveel nodig en er kan maar zo ontzettend weinig. Het is soms uitzichtloos. Maar als je dan zoals nu, aan het eind, een jong meisje, een verkracht meisje, een ziek meisje kan terugbrengen bij haar moeder en haar broertjes en zusjes, van wie ze heel veel houdt, dat is zichtbaar. Ja, dan doet dat wel goed. Ja, een enerverende, aangrijpende reis. Als er één ding duidelijk is geworden, is het wel dat de warm heart of Africa niet voor iedereen even hard klopt. En soms denk je eerder dat volwassenen een hart van steen moeten hebben dat ze dit bij kinderen toelaten. Maar gelukkig is er ook goed nieuws te melden. De stichting Kids Rights heeft zich ruimhartig ontfermd over de kinderen waar u in deze reportage kennis mee heeft gemaakt. Het geldt bijvoorbeeld voor de kleine Isabella, die zo moedig vertelde over de seks die ze met een man van in de 50 moest hebben. Maar ook voor het jonge moedertje Christina. Ze gaat nu zelfs naar school. Misschien komt haar droom dat ze ooit dokter zal worden dan toch nog uit. Voor haar en haar kindje wordt bovendien momenteel een veilig huisje gebouwd. Prachtig. En er is ook goed nieuws over de inmiddels 12-jarige Jessie. Zij is definitief herenigd met haar moeder, broertjes en zusje. Ze hebben een nieuw huisje gekregen en haar moeder is een winkeltje begonnen. En Jessie zelf gaat weer naar school, waar ze het enorm naar haar zin heeft. Nou, hoe mooi is dat? Maar Kids Rights kan dit natuurlijk niet alleen. En er zijn nog zoveel meer kindbruidjes die hulp nodig hebben. Daarom vraag ik u, geeft u om kinderlevens en kinderrechten? Laat uw warme hart dan spreken. Help kinderen als Isabella, Christina en Jessie. Al voor €5 per maand kunt u ze een beter leven geven. Word donateur en bel gratis 0800 1923 of sms kids naar 2442. Ik herhaal 0800 1923 of sms kids naar 2442. En denk eraan, we zijn allemaal maar één keer kind. Tot zover onze uitzending van vanavond. Volgende week het slot van onze reeks, waarvoor ik samen met de internationale politieorganisatie Interpol ben afgereisd naar Ivoorkust voor een unieke bevrijdingsactie op de cacaoplantages met een heel bijzondere afloop. Ik hoop dat u dan ook weer meegaat. Tot dan.
Où il est? Où est le plat?